Assalamu alaikum iedereen. Iemand vroeg mij laatst wat ik eet als ik aan het vasten ben zonder dat ik maagproblemen krijg. Omdat ik het denk ik een keer heb genoemd in een video dat ik heel gevoelig maag heb. En alles wat ik eet valt soms verkeerd. Als ik aan het vasten ben of niet, dit is mijn gewone ontbijt. Dus ik doe nu ook mijn gewone ontbijt. Wat jullie kunnen nemen, jullie die een gevoelige maag hebben. Weetabix. 1 of 2 of 3. Crushed een beetje, zo. Met blauwe bessen. Zien jullie dat? En ik weet, blauwe bessen zijn duur. Maar als jullie de diepvrieszak halen, dan valt die wat mee. Dan krijgen jullie bijna een kilo. Voor, wat is het, 3 euro of zo. Maar warm ze op een beetje of laat ze ontdooien. Crush zo de Weetabix erbij. Met dit. En Griekse yoghurt. Kijk even hoeveel je wil. Dit is het. That's it. Eigenlijk is heel simpel. Dit valt bij mij altijd goed. Hier heb ik nooit problemen mee. Ja, en voor de rest, jullie vitamintjes blijven nemen. En jullie collageen. Dit is viscollageen, is heel goed. En daarbij deze darmpoeder. Dat is jouw darmritueel, zeg maar. Dit is het. Zoek hem op. Dat is niet alleen maar voor mensen die last hebben van de maag of niet, heeft er niks mee te maken. Dit is gewoon om je darmen gezond te houden ten alle tijd. Met alles wat we vreten, kan de darm elke hulp gebruiken. En je collageen voor je botten, voor je algeheel toestand. En dan dit als breakfast, als ontbijt voor mij. That's it, jongens. En wil je overdrijven met gezond blijven? Nou ja, zo overdreven is het niet. Dan kunnen jullie dit doen voor wie niet met Griekse yoghurt kan omgaan. Wie niet Griekse yoghurt kan handelen. Je kan eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met geperst sinaasappels. En dan doe je dus hetzelfde, maar in plaats van Griekse yoghurt erbij, pers je sinaasappels en het voeg je erbij. That's it. Hier heb je een paar opties. Ramadan Karim.